In plaats van de lieve koolmeisjes en zo. Worden mijn nootjes geplunderd door deze zwarte rakkers. Zo, schone keuken, flesje water, kopje thee. Tijd om de kerstfilm verder te kijken. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Ik ben thuis, ik blijf ook thuis. Het is laat al. Nog even op haar doen. Het is 9:45 en ik heb net gedoucht. Ik denk dat dat genoeg zegt over hoe ik me voel en hoe mijn nacht was. Ik ga nu even schuim in mijn haar doen. Ik las net op het heel nieuws dat de mode comfy mode is. Dat heb ik ook aan. Dus tijd om lekker op mijn stoel of op de bank onder een dekentje te gaan zitten. En een ontbijtje. In mijn hoofd wel een goed plan. Dan had ik al wel de hond even naar buiten gedaan vanmorgen. Hoi, je hebt wel lekker gegeten en nou ben je aan het mopperen omdat je wakker moet worden. Omdat ik langs kom wandelen. Ja, het had lekker eten, hè? Ja. En Puk blijft hier, want anders zou Valerie er nu op komen halen en van de avond weer terugbrengen. Dat is ook niet zo goed voor een hondje, dus is deze week de hele week hier. Ik ga de kachel aanzetten en thee zetten. Ik heb het zo koud, dat is echt niet oké. Okay. Cursus hang, bank hangen. Nou ja, stoel hangen. Netflix aan. Ik heb inmiddels ook een lekkere koortslip ontwikkeld. Nee, het zij zo. Ik heb nu een of andere Duitse serie opgevonden. Dus ja, die maar lekker kijken. Als ik koud krijg, lekker mijn vest aan. Heb ik het warm, dan kom ik gewoon weer uit. Dus we vermaken ons wel zo een beetje zo hangen. Het is niet anders. Even goed uitzieken vandaag. In plaats van de lieve koolmeisjes en zo. Worden mijn nootjes geplunderd door deze zwarte rakkers. De koudjes of kraaien, ik weet niet welke variant het is, volgens mij kouwen. Die zijn er heel handig in. Maar goed, die moeten ook eten, zeg maar. En ik heb weer wat te doen, want hij is bijna leeg. Nou, ik ga eens even de keuken opruimen. We hebben inmiddels gegeten. We hebben broccoli gehad en Emily had er aardappeltjes bij en een kipburgertje. Nou had ik geen kipburger, maar gewoon een stukje kipfilet. Maar het was wel heel erg lekker. Lekker simpel. Oh, staat er wel in de vaatwasser. Dan moet ik nog even de aanrecht schoonmaken. Even de gasplaat schoonmaken. De gasplaat. En even de airfryer waar ik de kipburgers in gebakken heb weer terugzetten in de gangkast. Dan is het niet zo sta in de weg. En ondertussen heb ik live entertainment. Verzorgd door Valerie. Want die gaat een kast van die IKEA in elkaar zetten. Dus ik zal je niet laten filmen hoor. Ja, zoiets. Het is niet echt live. Het is meer leed van. Nee, het is voor mij live entertainment. Ja. En ik denk dat het een simpele kast is. Nou, we gaan het zien. Veel plezier met bouwen. Ga ik opruimen.
Zo, schone keuken, flesje water, kopje thee. Tijd om de kerstfilm verder te kijken. Verder dan bankhanger kom ik niet. Ik zal de hond nog even uitlaten en dan verhuis ik weer naar boven. Ja, ik lig al op bed. Knoepen van de koortslip inmiddels. Even een snoepje achter in de wang, zeg maar. Omdat ik enorm last van één plekje in mijn keel heb. Dat is echt heel irritant. Maar ja, goed, ik lig lekker. Ik ga even de video van Tineke kijken. Tineke Talsma, de vloggende 50-plusser. Ik zal haar kanaal hieronder wel even een linkje geven. Die had een shoplog online. Dus die ga ik even kijken. En ik zag dat Patty wat geüpload heeft. Verder ga ik nog even Oké Baby kijken. En ik zag nog wat ik wilde zien. Nou goed. Wendy vlogt is ook weer een nieuw video. Dus daar ga ik nog even mee vermaken. En dan ga ik heerlijk slapen. Ben ondanks dat ik echt werkelijk niks gedaan heb, pek af. Nou goed. We gaan zien hoe het morgen is. Ik hoop dat dan de hoofdpijn in ieder geval ook zonder de paracetamol weg is. Met paracetamol is het echt goed te doen nu. We gaan het gewoon wel zien. Nou, tot later. Nou, bij Wendy in de video is meneertje niemand ook aangekomen. Als iets stuk gaat, dan heeft nooit iemand het gedaan bij pubers. Dat noemen wij meneertje niemand. Meneertje niemand vertrekt pas weer als de kinderen de deur uit zijn, kan ik je vertellen. Ja, dan komt hij veel minder vaak voorbij. Gek genoeg. Maar goed, het ging in dit geval over een rekenmachine die verdwenen was. Of mis stuk was. Nou, dat is net als met rekenmachines, geodriehoeken, broodtrommels, die verdwijnen magisch. Die krijgen pootjes, die gaan vanzelf stuk, die vallen ineens in stukken uit elkaar. In twee stukken of meerdere stukken. Broodtrommels, die zijn ineens foetsie. Ja, wat hebben we nog meer? Zijn we ooit nog eens meer? Wat is het? Nou, geodriehoeken, die gaan gewoon in de Bermuda driehoek of zo. Echt, ik weet het niet, maar daar was ongeveer elke wiskundeles een nieuwe geodriehoek nodig. Ik weet niet hoe dat bij jullie kinderen zat, maar of zit. Maar als je nog kleine kinderen hebt, de Action heeft ze 19 cent of zo. Een stapel inslaan. Als ze dan gegild wordt, oh, ik heb een geodriehoek nodig en ik heb een toets vandaag. Rustig maar, je moeder heeft er een. Die mag je lenen. Ik wil hem vanavond terug. Ook terugvragen dan, hè. Dat is wel de truc. Ja, weet je, dat soort dingen, dat hoort nou één keer bij kinderen. Ik moet zeggen, er verdwijnt hier nu bitter weinig, nu ze volwassen zijn. Ja, gaat eigenlijk heel goed. Op het moment zijn we een pincet kwijt, maar die is waarschijnlijk ergens tussen beland. Met het opruimen van de werkplek van boven, van beneden naar boven. Maar ja, waar die dan nu precies is, dat weet ik ook niet. Maar die is dus nu verdwenen. Maar daar krijgt niet meneertje niemand de schuld van. Die is gewoon verkeerd weggelegd of zo, denk ik. Goed, ik ga in elk geval slapen. Het is morgen geweest. Het is inmiddels dik 10 uur bedtijd voor mij. Nou ja, bedtijd was het al, maar slaaptijd moet ik zeggen. Ik ga lekker de ogen dicht doen. Dit kussen wegleggen, dat gaat hier naast mij liggen. En dan gaan we morgen verder met frisse moeten hopen dat in elk geval de hamertjes hier binnen wat stoppen. Ik weet niet welke kabouter hier woont, maar die mag van mij wel weg. Daar word ik echt heel onsimpel van. Ik voel me in elk geval wel minder koortsig. Dat is wel een mooi voordeel. Dat is in de loop van de dag begon dat een klein beetje minder te worden. Maar ik ben wel back en back af. Vanmiddag ook een dutje gedaan. Nou, dat doe ik zelden. En normaal gesproken, ik doe wel eens een 10 minuten powernapje. Letterlijk 10 minuten. Maar nooit zoals nu. Echt een flinke poos geslapen. En nu gaan de ogen zo weer dichtzakken. Dus tijd om deze video een eindje aan te breien. Jullie krijgen natuurlijk nog de adventkalender te zien. Die komt na mijn afsluiting. Dus blijf vooral even kijken. Dan komt er eerst een klein introotje van een paar seconden. En dan boem. Gaan we verder waar de video gisteren eindigde. Ik weet niet eens welke dag we inmiddels zitten. Ik weet het echt niet. We schieten alweer een mooi eind op in elk geval. Ik zie je graag terug morgen in een nieuwe video. Het is een vrije dag. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Niet heel veel bijzonders op de planning staan. Vooral niks
Ja, vooral rustig aan doen. De boodschappen worden morgenavond gebracht op Picnic. Nou, daar ga ik wel even een video van maken. Of tenminste, dat komt wel in de vlog morgen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Hele fijne dag. Als je deze video's morgen hebt gekeken. Kijk er eens avond. Slaap lekker. Heb mooie dromen. Ik zie je graag terug morgen. Tot dan. Doei doei. Negen, tien, negen. Ik zit helemaal onderin. Oh, dat is toch weer zoiets slecht? Nou, het voelt anders. Die andere voelde zachter. Ik vind het, ik vind het wel leuk, want ze hebben ook wel werk van gemaakt. Met, het is echt allemaal goed dingen ingepakt. Ja. Veel. Oh. Die zijn zo lekker. Die, dat vindt zij echt. Nou, ik heb jou aangestoken, toch? Ja, ik vind ze ook, ik vind ze lekker. Maar jij vindt ze lekkerder dan ik ze lekker vind, zeg maar. Dus die mag jij nemen.